Ik ben benieuwd hoe die aanklager dat maar dit is een, in de tuchtrechtspraak is dit een regelrecht lachertje. Ja. En toch vind ik het van jou een beetje hypocriet, omdat je het al die jaren zelf zo gedaan hebt. En nu doe je het een beetje omdat er nu wel beelden bij zijn. Je moet hier niet gaan zitten promoten dat spelers ongestraft elleboogstoten uit konden delen. Want Aad, in onze tijd bestond de elleboogstoot niet. Hè? Dat is met Jan Wouters op Wembley tegen Gascoigne. Toen was dat plotseling een mode geworden. Maar wij spuugden gewoon elkaar. Oh, dat is natuurlijk een heel ander verhaal, ja. Kijk. Nee, en als je... Als het er nog een kwartier te spelen was, dan werd de spits verzocht om niet meer in de 16 te komen. Op eigen risico, hè, was het dan. Ja, dat noemen ze dan afbranden. Als je nou nog in de 16 komt... Hoe noemden ze dat? Afbranden. Ja. Dan mocht je niet meer komen. Als je nou nog in de 16 komt, dan kom je er niet meer levend uit. Ik heb met die twee van Sparta gespeeld. Die kent hij ook nog wel. Die Freek van der Lee en Jan Valerius. Dat is tijd geleden, als ik dit zo hoor. En die Nico Jansen. Die speelde toen bij FC Amsterdam. In het begin. Snoetje. Als hij dan kwam, dan werd er even netjes gezegd, vriend, blijf weg. He, want anders is het niet maar je hebt natuurlijk prettig voor je om in de 16 te komen. Eikenbroek Lazaroms gehad. Ja. Jezus. Lazaroms Israël was ook een leuk stijl. Ja. Nee, dat waren goede die tijden. Zei je altijd ook tegen Jan Mulder, hè? En nou wegwezen of we breken je poten, hè? Dus als in die tijd camera's, hebben ons vaker geconcludeerd, hadden die jongens niet veel wedstrijden meer gespeeld. Maar toen had je één camera. Als de scheidsrechter niet keek, kon je iemand een doodschop geven of een klap. Ja. Nou, even om te overhoren, als